bij deze video en vandaag ga ik je uitleggen hoe afvallen werkt. Ik heb deze video gemaakt omdat ik in mijn Facebookgroep en ook nog wel eens wat privéberichtjes of e-mailtjes krijg over hoe moet ik nu afvallen. En ik wil je vandaag geen super tips meegeven over eten met een kleine bord of citroenwater drinken of 5 kilo afvallen in een week en weet ik veel wat nog meer van. Ik wil je vertellen hoe afvallen werkt. En niet omdat dit een methode is, niet omdat je een speciaal dieet volgt. Op deze manier werkt gewoon je lichaam en daar kun je niks aan veranderen. Iedereen die beweert dat dit niet werkt, die heeft of een rekenfoutje gemaakt, of ik leg iets niet goed uit, dat kan natuurlijk gebeuren, of je hebt gewoon niet hard genoeg je best gedaan. Als je nou iets niet duidelijk is, laat dan alsjeblieft een reactie achter onder deze video, dan zal ik daar een antwoord op geven. Voordat ik begin moet ik vermelden dat de calculator die ik gebruik een indicatie is. Hij houdt geen rekening met vet of spiermassa en hij kan er zomaar 100 calorieën naast zitten. Want de ene dag zit je op je werk en sta je 3 keer op om naar het toilet te gaan. En op diezelfde dag sta je ook nog eens 8 keer op om wat te drinken te gaan halen. Maar op de volgende dag ben je de hele dag geconcentreerd aan het werk en sta je misschien met 3 keer op uit je stoel. Je verbruikt dus niet iedere dag altijd dezelfde hoeveelheid calorieën. Ook al geeft de calculator maar een indicatie, hij werkt vrij goed. Wanneer ik mezelf als voorbeeld neem, moet ik per dag plusminus 3000 calorieën eten om op gewicht te blijven. Stel ik eet nu iedere dag 3100 calorieën, dan krijg ik dus iedere dag 100 calorieën te veel binnen. Iedere dag word ik iets zwaarder totdat mijn lichaam zoveel vet mee moet slepen en onderhouden dat dit ook weer energie kost en ik daardoor op gewicht blijf. Dit gebeurt voor mij rond de 93 kilogram. Stel, ik ga na verloop van tijd meer eten en ik besluit 3200 calorieën per dag te gaan eten. Ik kom weer aan totdat ik 100 kilogram weeg en daar blijf ik weer steken. Hoeveel calorieën heb ik nodig per dag? Zoals je zag heb je daar een calculator voor. Als je nou twijfelt tussen actief, veel sport, weinig sport, een van die opties die je kan kiezen, dan bereken je aantal calorieën per dag gewoon bij alle twee de formules en dan neem je daar een gemiddelde van. We kijken niet naar het BMI. Dat is in mijn ogen onzin. Voor mijn berekening hoor ik 3000 calorieën per dag te eten. Wat ik ga doen is daar maximaal 500 calorieën per dag afhalen. Ik zou dus 2500 calorieën moeten eten om af te vallen. Mensen met extreme obesitas die laat ik even buiten beschouwing. Progressie. Om te kijken of we vooruit gaan moeten we een startpunt hebben. En dit startpunt bepalen we door onze taille te meten. We mogen ook een weegschaal gebruiken, maar de taille heeft mijn voorkeur. Waarom? Stel we hebben persoon A en hij weegt 70 kilo en heeft een taille van 70 centimeter. Of we hebben persoon B en die weegt 70 kilo en heeft een taille van 80 centimeter. Dan mag jij kiezen wie je wilt zijn. Je gewicht zegt namelijk niet heel veel over hoe je eruit ziet. Wanneer we onszelf wegen en meten doen we dit 1 dag in de week, 's ochtends direct na het toilet. Niet eerder en niet later. Waarom? De ene dag drink je namelijk veel meer water en de andere dag iets minder. De ene dag heb je heel veel vocht verloren doordat je hebt gesport. En de andere dag houd je weer heel veel vocht vast doordat je zout hebt gegeten. Je taille meten. Je taille meet je rond het dunste punt van je middel. Bij de meeste mensen ligt dit 1 centimeter boven hun navel. Het maakt niet zo heel veel uit hoe je dit doet als je het maar iedere week op dezelfde manier doet. Het beste is om dit apparaatje aan te schaffen. Dit noem je een Miotape, of is van het merk Miotape, maar als je een normale meetlint hebt, dan is dit natuurlijk ook voldoende. Hoeveel kilogram / centimeter per maand afvallen is gezond? Wanneer je wat dikker bent dan de normale bevolking, dan kun je plus minus 2 kilogram per maand op een gezonde manier afvallen. Als je nou ergere of extreme obesitas hebt, dan kan het zeker wel plus minus 4, misschien wel meer kilo per maand zijn. Over de omtrek. Dus ik ga over het algemeen van zeg een taille maat 90 centimeter naar 10 centimeter minder, 80 centimeter dus, in ongeveer 3 maanden. Er is niks bijzonders aan, ik ben geen speciaal persoon, ik doe hier ook niks speciaal voor, ik val gewoon af. Het mag wel duidelijk zijn dat wanneer jij flinker bent, je ook sneller centimeters zal verliezen. Stagnatie. Wanneer het afvallen 1 week stagneert, ga je eerst eens heel goed nadenken of je wel aan je schema hebt gehouden voordat we wat gaan veranderen. Heel veel mensen beweren namelijk dat ze zich perfect aan hun schema hebben gehouden, maar wanneer ze eens goed gaan nadenken, beseffen ze vaak toch dat ze wel wat foutjes hebben gemaakt.
Ja, zo voor aan een vatbaar. Jo. De hele toko nog een rondje. Nee. De week erna probeer je het nogmaals. En pas als je echt 2 tot 3 weken vastloopt, je gewicht gaat niet meer omlaag, je taille gaat ook niet meer omlaag, dan kunnen we een beetje gaan experimenteren en spelen. Wat we gaan doen is minimaal 1 weekend en maximaal 1 week 500 calorieën meer eten bovenop onze originele caloriebehoeften die we nodig hebben om op gewicht te blijven. Als je het begin van de video nog herinnert, zou dit voor mij 3000 calorieën. Met dit aantal calorieën blijf ik op gewicht. Hier gaan we 500 calorieën opdoen. Eten we dus per dag, in mijn geval, 3500 calorieën. Nadat je dit 2 tot 7 dagen hebt gedaan, trekken wij 500 calorieën weer van mijn dagelijkse behoefte af waarmee ik op gewicht zou blijven en ga ik weer terug naar mijn 2500 calorieën. Dit ga ik dus eten na 1 week. Of 2 dagen, afhankelijk van wat je wilt. Het verschil tussen deze 2500 en deze 3500 is 1000 calorieën en het is best lastig als jij maandag bijvoorbeeld 3500 calorieën eet en dan weer dinsdag in één klap terug wil gaan naar die 2500. Dus wat je zou kunnen doen is maandag 3500 calorieën. Overige. Voor iedereen die net begint met afvallen, maak je vooral niet te druk. Maak je niet druk over wat je moet eten en noem maar op. Iedereen kan begrijpen dat koekjes, chips en suikers, etc. gewoon ongezond zijn en dat groente en fruit beter voor je zijn. Aan het begin zou je toch wel afvallen, maar wanneer je druk gaat maken over koolhydraten, eiwitten, vetstippen, de tijdstippen en wanneer je moet eten of wanneer je moet trainen, etc. Dat heeft allemaal niet heel veel nut. A moet eerst in orde zijn en dan kan je pas gaan sleutelen aan B. Hier kan je zoveel informatie over opzoeken en hier kan je uren en dagen mee bezig zijn. Dit is allemaal verloren tijd als dit niet in orde is. Eerst stap A, perfectioneren, probeer het eens een aantal weken of maanden. Daarna kan je alles gaan fine-tunen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je nou iedere week een nieuwe video ontvangen? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan weet je nog meer van zulke soort video's en deze informatie. Of abonneer je onder deze video. Bedankt en tot volgende week.